Hij is eigenlijk een sieradenhouder. Daar hield hij van. Ja, ieder zijn. Het is niet echt mijn ding. Maar ja, weg kan ik het altijd nog doen en dat vind ik zo. Ja, mijn slaapkamer is weer spik en span. Op een aantal dingetjes na. Maar voor mijn gezondheid is het schoon. Ja, daar ben ik toch wel weer blij om. Ja, een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is al wel heel erg laat. Het is 19 minuten over 4 dat ik jullie erbij pak. Maar ja, maakt niet uit, we zijn er. Ja, toch? Ik ga zo weer even met mijn meisjes lopen. Ik ben bovenal bezig geweest, maar het wil allemaal niet zoals ik wil. Dus ja. En ik voel me ook niet in orde. En ja, ik heb het meest al, hè. Wanneer die klok verzet wordt, dan ben ik nog moeier dan ik al ben. Ik ga daar toch eens even mee. Zo snel mogelijk ik kan naar de dokter ermee. Maar dan moet ik wel een beter gevaarte hebben dan ik nu heb. En dan moet ik toch afspraken maken, want ik moet bloed laten prikken. Ik moet voor mijn long, moet ik erheen. Dus ja, maar ik wacht eerst dat ik een andere booster heb. Ja. En dat duurt maar, en dat duurt maar. Maar daar kan ik niks aan doen. Dat heb ik niet in de hand, nee. Maar in ieder geval, het is wel heel erg koud. Het was, wat er werd gezegd, 7 graden en de gevoelstemperaturen waren 3 graden. Dus ja, niet lekker dus. We kunnen beter niet de normale temperatuur neerzetten, maar de gevoelstemperatuur. Want daar moet je naar kleden. Ja, dus ik heb al dan ook wel een trui aan en daar mijn jurk overheen. Ja, anders. Maar ja, de meisjes gaan eventjes lekker lopen, hè? Gaan zo even lopen. En dan zien we wel weer wat we gaan doen. Ja, ik moet nog zoveel doen, maar ik ben niet vooruit te branden. En met mij, meer. Ik weet het. Ik ben niet de enigste. Ja, ook eigenlijk geen zin hebben om te vloggen, maar je doet het er toch om jullie natuurlijk wel op de hoogte te houden van het leven die wij leven. Ja. Oh ja, schat. Oh ja, nou, je hebt groot gelijk hoor. Ja, je hebt groot gelijk, lieverd. Ja, je hebt groot gelijk hoor, schatje. Ja, je hebt groot gelijk, hè. Toch? Ja. Je hebt groot gelijk. Oh, wees zo zielig. Oh, ja. Oh. Nou, dan weten we dat ook weer, hoor. Dat jij zielig bent. En ik geloof dat de batterij alweer leeg is van mijn tripod. Want die doet het weer niet. Ik moet nou weer mijn camera zelf gaan bedienen. Ja, dus ja, ik moet maar eens even zien. Terwijl degene die erin heeft gezeten heel lang mee is gegaan, hè? En je doet er een nieuwe in en die gaat maar heel even mee. Dus ik denk dat wel de grootte goed is, maar dat ze sterker moeten zijn. Ik weet het niet. Ik heb er totaal geen goed verstand van. Nee. Maar die hele tripod, ook dat inzoomen, dat wil niet meer. Nee. Dat doet hij helemaal niet meer. Moet ik dus met dat knopje daar weer doen. Maar ja. In ieder geval, we komen wel er doorheen en gewoon weer even een nieuwe erin zetten. Dan doet hij het weer misschien een week, 2 weken en dan houdt hij er weer mee op. Ja, want gisteravond wou ik afsluiten en toen bleef hij inzoomen. Ik denk, daar kom ik niet eens niet aan. Weet je, ik moet de uitknop hebben en de aanknop, de movieknop. En ik wou hem weer uitdoen nadat ik het afgesloten had. Deed hij niet, maar wat doet hij wel? Hij gaat uit zichzelf inzoomen. Ik denk, ja, je bent een beetje in de war. Komt dus door dat batterijtje. Daar ben ik nu wel achter. Dus ja, het is eigenlijk ook nog wel komisch.
Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag. Voor zometeen smakelijk eten, bon appétit. En tot later. Ik ben heel druk boven bezig. Het zweet dat guts van me af. Maar ja, het moet toch gebeuren. Ik heb mijn bed in mijn eentje op weten te verschonen, moet ik zeggen. Opmaken doe ik iedere dag. Dat is gewoon rechterin. Maar ik heb geveegd. Ik heb gewoon de kleedjes in mijn slaapkamer een beetje uitgeschud. Dat alles eruit viel op de grond. En ik heb het allemaal geveegd. Ik heb de trap geveegd. Ik heb de afloop geveegd. Wat er uitgeklopt moet worden van mijn bed, dat ligt op die stoel. Dat moet eerst uitgeklopt worden voordat het gewassen kan worden. Ook mijn sprei is daarbij. Die ziet er ook niet uit. Ik heb dat grijze ding wat ik gekregen heb van die Wilma, die zo gek deed op een gegeven moment. Kijk nou erop. Maar kijk, dan moet ik even nog eventjes de boel schoonmaken. En jullie zien het. Ja, en dat is met die net zo, maar daar zie ik minder op. Ja, hier ook, kijk, dat ziet ook wel op. Dus ja, dat dus. Dat, ik ga er verder mee aan het werk. Moet toch gedaan worden. En ik begin aan deze kant. Dus ja, even koekeloeren hoe ik jullie nou neer kan zetten. Jij daar weg, ga jij daar even naartoe. Kan dat misschien zo staan? Mijn doekie, wat had ik hier dan? Ja, ja, kanonnen. Jeetje Maria. Daar kan ik ziek van worden, hè? Dat stof. Oh. Blijf nou erin. Daar zit toch geen lampje in. Jullie staan nog niet goed, hè? Nee. Ik zal jullie nog even beter neerzetten. Dat vind ik niet zo leuk. Zo. Poetsen, poetsen, poetsen hier. Poetsen, poetsen daar. Ja, eigenlijk moet ik daar weer een nieuwe erin hebben. Mijn mannetje is geboren op 7/6/1963. Hij is overleden op 25/2/2017. De datum van crematie was 3/3/2017. Datum van de as uitstrooien was 7/6/2017. Ja, te erg voor woorden. Ja, echt. En de manier op hoe het gegaan is, dat willen jullie niet weten. Dat gun je geen, je ergste vijand neer hier toe. Nee. Echt niet. Maar ja, wie weet wat dit voor een ding is. Ik weet het hoor. Maar weten jullie dat? Ja. Geef het dan maar eens antwoord op. Ik weet het. Maar ik wil weten of jullie het weten. Ik heb hem beneden ook een. Ja. Hier staat bovenop. En beneden staat er beneden op. Zo, even zo neerzetten. Nou, deze heeft mijn mannetje nog gemaakt. Dus het hoofd van mijn jongste dochter. Het lichaam niet, nee.
als bruidsmeisje moesten dienen. Maar ja, ze was er niet bij, dus dan maar op die manier. Ja, toch? Zo simpel als wat. Zo, nou. Ik zal nou laten zien hoe het kastje eruit ziet. Ja, jullie zien het. Mooi. Laat ik het jullie zo meteen weer zien. Zo meteen mijn doekje weer uitspoelen. Die is nog heel hè. Kan ik dat? Zo. Nou zal ik het jullie weer laten zien. Schoon, hè? Ja. Echt. Ik kan het wel. Ik mag het niet. Hoe heet het? Het duurt bij mij vele malen langer voordat ik klaar ben dan bij een ander iemand die gezond van lijf en leden is. Ja, en dat heb je dan. Kan ik ook niks aan doen. Even mijn doekje uitspoelen. Ja. De bloempot. Spaarvark. Ja. Oh, dan nog. Ja, maar neerleggen. Die is zwaar. Ja, echt waar. Dat is weggooien. Nee, kijk, die is zwaar. Ja, waterpijp. Ik heb plezier staan. Ik heb een maatje gekregen, Dick Bres genaamd. Die hebben jullie al één keer geloof ik gezien. In een vlog vorig jaar ergens. Nou, ik mag hem wel weer uitspoelen. Zoete beertjes. Kan je doen.
Echt, pek af. Hier, met dit. Oh jee, dat blijft zitten. Nou, moet ik weer opnieuw vastmaken met plakband. Vanavond plakband mee naar boven nemen. Hij raakt los. Zo. En nou, moet ik dat hebben. Dat hele mikmakkie. Zo. Dat is een ketting. Ja. Die ooit van binnen schonken krijg, ik weet het niet. Moet ik ook maar eens even wat verzinnen. Ik had er ooit water in, maar dat werd zulke troebel, zo vies. Ik denk, ik gooi hem leeg. Maar ja, hij moet nog wel schoongemaakt worden van binnen. Buiten wel schoon hebben, maar binnen ziet hij er nog niet uit. Zo. Die daar weer in. Hoe had ik dat nou? U gaat wel doen wat ik wil. Blijf je maar zo. Ja. Zo. Dan moet ik die hebben. Dan die. Zo, ketting er weer op. We komen er wel, ja, tuurlijk. Ja hoor, we komen er wel.
Zo. Die daar. En die ga ik al schoongemaakt. Die moeten daar staan achter jullie. Dus jullie moeten daar even naartoe. Zo. En deze is ook van mijn mannetje geweest. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Dat is eigenlijk een sieradenhouder. Daar hield hij van. Ja, ieder zijn. Het is niet echt mijn ding. Maar ja, weg doen. Kan ik het altijd nog doen en dat vind ik zonde. Ik heb schoofjes hier staan. Zo. Hoetje. Hé. Zo. Ja, en dat is eigenlijk ook nog smerig, maar dat krijg ik zo niet schoon. Dat moet eigenlijk in een bakje met water en de tanden borstelen of zoiets. Komt al een keer. Die gaat daar. Jullie naar voren. Zo. Nou. Die even. Dat is weer een ander kleurtje. En jullie zien het niet, het tegenlicht. Kan er niks aan doen. Nee. Het is nou helemaal zo. Ja. Zo. En dan kan die daar staan. Daar nog even weer een doekje overheen. Zo. En dan gaan we naar de andere kant op. Ik zet jullie even hier neer. Want ik moet nou de vensterbank eerst maar schoonmaken. En daarna het doekje weer uitspoelen. Want hier zit de kandel altijd. Die is gelijk smerig. Ik heb maar een klein gedeelte gedaan. Ja, doe dat eens maar weer. Nou, als ik weer hulp kom, dan mogen ze het allemaal schoonmaken. Ik heb de kracht er niet voor. Ik probeer het zo goed te kwaad het gaat schoon te krijgen. Maar ja, je kan niet alles. Nee, gaat het niet worden. Ja, au. Staan blijven. Ja. Nou. Kijk hem alweer uitspoelen. Tjoken nog zo.
Ja. Hey, daar even. De doosje schoon. Zo. Hey, Google wat camera zien. Oké, Extreme camera 1. Even kijken. Top. Mooi. Nou. Ja. Ja. Oh, mijn rug. En dan moet ik waar jullie op staan ook nog. En de kaptafel. Dus, ja, dat dus. Ja, deze kan niet afgestopt worden. Die moet ik eens een keer weer met water doen. Nee, naar beneden nemen een keer. Komt wel goed. Een keer. Trouwens, de plantjes ook. Even onderdompelen en met water buiten drogen. En deze, ja. Die is eigenlijk gaar. Die kan weg en dan maak ik een nieuwe. Maar ja. Ik zou zeggen. Ook dat is weer schoon. Nou moet ik dat nog. Dus ja. Ik en mijn kaptafel moet nog. Ja, dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond, want het is al avond. Als ik dit klaar heb, ga ik naar beneden en dan hou ik ermee op. Dan is het, ik kan het morgen eventjes beneden doen. Maar dan is mijn slaapkamer weer het zo goed als schoon. Ja, en ik moet nog een was ophangen, ook dat nog. Maar komt goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot straks maar weer. Ja, mijn slaapkamer is weer spik en span. Op een aantal dingetjes na, maar voor mijn gezondheid is het schoon. Ja, daar ben ik toch wel weer blij om. Ja, schoon bedje, schone pyjama, alles in mijn hoekje schoon en de lijst van de bed schoon, nachtkastje schoon, dit is schoon, kaptafel schoon. Vensterbank schoon, het is de spiegels nog en het raam nog. Ik wil ook boven op zolder zoeken naar andere gordijnen. Kan deze gewassen worden. Dus ja, dan moet ik zoeken. En anders bij de kringloop nieuw halen. En de camera moet dan laden. Dus ik zie jullie later wel weer. Doei doei. Ja. Yeah. Onze Rijker die ligt lekker in een rondje tegen Elwing de kont aan. En Elwing, ja, die zit er maar bij te likken bekken. En achter de rugleuning van de bank zit er nog een. Ja, Gandalfie. Joh, Gandalfie. Hi kerel. Hi kerel. Oh, Rijk ook maar omhoog. Een houding op de grond. Hé? Moet dat nog kunnen. Hé? Ja, lieve vrienden. En vanaf deze kant zeggen we jullie allemaal een hele goede nacht. Ja, lekker slapen gaan. En ik ben nog met een vlog bezig. Een gedicht moet ik in elkaar zien te zetten. En daarna, als ik dat gedaan heb en die vlog is aan het editen, dan tenminste aan het renderen, dan ga ik met de meisjes weer lopen. En als de vlog op YouTube staat, dan gaan we weer hardlopen naar bedje toe. Ja, echt waar. Hé, dames en heer. Hey kerel. Ja, nou.
Krullemie. Krullemietje. Ja, ik ben mijn krullemietje. Mm-hmm. Echt waar. En dat is mevrouw Stijlgaard, hè? Ja, maar net zo mooi. Hé, wijfie. Ja, nou. Ja. Zeg maar wel trusten allemaal. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Don't walk away.